Nick het een keer hadden over de expositie die jullie zo gaan bekijken, toen zei hij tegen mij, je zorgt er toch zeker wel voor dat de burgemeester hem komt openen. En toen keek ik Koen nog eens aan en toen begon hij weer het verhaal mij te vertellen dat hij goede contact had met de burgemeester, want hij stond samen op de foto toen ze voor Burgernet gingen acquireren. Toen zei Koen, als jij zorgt voor een mooie expositie, dan zal ik het vragen. En zowaar zijn we heel blij op. Je hebt gezegd, ik kom. En u gaat zo dadelijk de expositie openen en u gaat ook nog wat vertellen. Nou, daar zijn we buitengewoon gelukkig mee. Mogen wij aftellen, burgemeester? Ja, gaan we met z'n allen. 5, 4, 3, 2, 1. Heel knap zoals je dit hebt neergezet en ook je materiaalkeuze daarin. Dat komt er maar eens op om het op het piep-piep te laten plaatsvinden. Piep-piep. Piep. Maar je weet op een goede manier het ook tot uiting te brengen. De verschillende kunstvormen. Ik begrijp dat je net zei, wat is nou je techniek? Maar je brengt het erop, hè? Ja. Meestal, dan loopt het vanzelf zo uit. Ik was bij Jan Kremers expositie in Zwolle, die is net geopend, die doet eigenlijk hetzelfde. Ah, die kent jou nog niet, denk je? Ja, maar die komt nee, dat komt wel, denk ik ook. Die spuit dat er ook op, heeft hij altijd al gedaan. Dan zie je diezelfde sporen, diezelfde druppeltjes en die accenten ook ontstaan. En dat geeft ook een bepaalde kwaliteit aan het kunstwerk zelf. Nou, ik heb begrepen dat je bent begonnen, je bent gewoon wereldberoemd, in Amerika ooit, met fotografie. Ja, ja. En nu je dit weer hier hebt opgepakt, en op een fantastische manier. En ik wens je ook heel veel succes. En ik hoop voor jou dat er ook mensen zijn die zeggen, ik vind het zo fascinerend kunstwerk. Ik ga erin komen. En ik heb nog een kleine attentie voor je meegenomen. Omdat je van kunst houdt, dachten wij, nou, we hebben een fantastisch mooi kunstwerk van Anthony Cromley. Oh, wow. Exposure, hè? Ja, ja, ja. Bij de kunst, daar staat het helemaal in beschreven. Ah, ja. En natuurlijk fotografie, komt allemaal bij elkaar. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zal ik het even terug doen? Alsjeblieft. Oké, en hierbij heb ik hem officieel geopend, dames en heren. Ja. Oké. Okay. Hartstikke bedankt voor jullie dat jullie allemaal langsgekomen zijn. Ik hoop dat de koffie en gebak zonder slag helemaal goed was. Heb veel plezier met de schilderij die ik gemaakt heb. Ik heb ze gemaakt om iedereen een glimlach op het gezicht te geven. Zoals ze van de week eraan denkt, zei, hey, die dinsdag was goed. Ik zie wat kleurrijk. Zo, en dan heb ik nog één gezegde. Moest ik even opschrijven, zag ik gisteren op Facebook. Is in Engels. Because adventure is about the journey, not about the destination. Deze is de burgemeester. Dankjewel. 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 D